Op basisschool De Hobbedonken wordt hij flink geloemd. Maar wat is dat? Dat gaan jullie mij vertellen, hè? Kom maar mee. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Hallo. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Moeten jullie niet leren? We zijn aan het loemen. Loemen. Oké. Okay. Het ziet er heel interessant uit, maar ik weet niet wat het is. Wie kan mij iets vertellen over loemen? Sophie, zeg Sophie, wat is loemen precies? Het zijn een soort elastiekjes en die moet je dan over elkaar halen. Ja. Dan krijg je een lange band. Oké, okay, ja, het klinkt heel simpel. Maar om het nou te vragen of je het even voor kan doen, is een beetje lastig met jouw arm, of niet? Mm-hmm. Ga ik even naar de buurvrouw. Hoe heet jij? Eva. Eva, zeg Eva, kun jij een stukje loemen? Nou, je begint altijd met een bandje gekruist te doen. Ja. Zo. Dan pak je daarna een ander bandje. Ja. En die doe je dan zo. En dan hou je het onderste bandje over het bovenste bandje. En zo ga je dan door en dan blijf je zo steeds loemen. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk best simpel. Als je het eenmaal snapt, dan is het eigenlijk heel simpel. Hoe zijn jullie eigenlijk gestart? Nou, eigenlijk, Sophie die had dus met haar broer een iets te lange loomketting gemaakt. En toen kwam Eva erbij om proberen de langste van Nederland of zo te maken. Hoe ver zijn jullie al? Hoe lang is hij? We hebben al 870 meter. En hoe lang willen jullie dat die uiteindelijk wordt? 1,5 kilometer. Dat is bijna 2 keer zo lang? Ja. Bijna. Uit mijn hoofd, hè? Ja, zoiets. Maar is er dan iemand die dat officieel komt meten? Want ja, je kan wel roepen, hij is 1 kilometer, maar, ja. Of 1,5 kilometer. Dat doen we met een groepje. Oké. Okay. Daar zit Sophie bij, Bram, Lizzie, ik en nog iemand, dat weet ik even niet meer. En dan, dat is wanneer, denk je? Wanneer ben je bij de 1,5 kilometer? Dat weten we niet. Ongeveer? 4 weken. Dan gaan we nog. Dan stoppen we. Ja, jullie denken we doen lekker langzaam, dus moeten we weer gaan leren. Ja, klopt. Toch? Ja. En hebben jullie heel de school gedaan of alleen de klas? We hebben met heel de school gewerkt. Groep 8 heeft 250 meter meegeholpen. En Mila en Seb die daar zitten, die hebben aan de kleuters uitgelegd. En ja, die hebben ook heel veel gemaakt. Dus heel de Hobbedonken loemt. Zeg ik dat goed? Ja. Maar wordt er ook nog geleerd? Ja, we hebben gisteren wel geleerd, maar nu tv komt. Hoeveel is 324 keer 639? Nee, dat is grappig. We staan hier bij het begin. Het allereerste begin. Dit is het allereerste begin. Nou, gaan we eens even een stukje lopen, hoor. Ja. Even kijken. Zijn we er al? Oh, nee. Oké, okay, ja. Zo. En dan... Hallo. En dan zit hier ook nog een heel stuk om de haspel. Dat kan je wel zeggen, ja. Hoeveel meter zou dit zijn? 870. 870 meter. Als je nou 1,5 kilometer... loomketting hebt, wat gebeurt er dan met de ketting? We hadden het idee om het schoolhek te doen, want dan is het voor de buurt ook kleurrijker, voor in tijden van corona. En het is ook een leuk project. Ja, dit is fantastisch. Zoals de kinderen al hebben gezegd, het is ontstaan vanuit de klas. En we hebben gekeken naar wat we eigenlijk ermee willen doen, inderdaad. En we hebben... Nou, we hebben gekeken naar goede doelen en wat we belangrijk vinden. En eigenlijk, zoals Alicia eigenlijk al zegt, dit is een manier wat iedereen kan. Iedereen kan meedoen. Je hebt allerlei verschillende kleuren en de bandjes zijn allemaal verbonden met elkaar. Dus eigenlijk is het de bedoeling dat iedereen mee mag doen en dat iedereen erbij hoort. Dat is de gedachte die we erachter hebben. Nou, de kinderen zijn heel enthousiast ermee begonnen. Opa's, oma's, alle kinderen van de kleutergroepen tot groep 8, die doen mee. Leerkrachten zijn betrokken, ouders zijn betrokken, meerdere buurtbewoners zijn betrokken. Dus ik had niet gedacht dat het zo'n succes zou zijn. Ja, richting de 1,5 kilometer.